The beauty of life, of biology, of living things is that they have a capacity to heal. Het leven op aarde is afhankelijk van de natuur. Zij geeft ons zuurstof, voedsel en bescherming. Door slecht gebruik van ons landschap en de bodem is een oppervlakte ter grootte van 2 keer China gedegradeerd. Het is vrijwel onmogelijk om te praten over klimaatverandering, voedsel- en waterveiligheid, droogtes en overstromingen en zelfs veiligheid en migratie zonder het te hebben over het belang van duurzaam landgebruik en landherstel. De degradatie van landschappen beperkt zich niet tot hoogvlaktes, steppes, savannes of mediterrane ecosystemen. Ook veen is een landschapstype dat wereldwijd voorkomt en op veel plekken gedegradeerd is. Onder andere door ontwatering en ontginning. Als we kijken naar het Nederlands veenweidegebied, dan zien we een ogenschijnlijk groene oase. Maar ook hier neemt de kwaliteit van bodem en natuur af. We zien dat de kwaliteit van de bodem echt aanmerkelijk aan het afnemen is. We zien dat het heel moeilijk is voor boeren om daar ook nog een goede boterham te verdienen. We zien bodemdaling en we zien de gevolgen van klimaatverandering. Dit alles is het gevolg van een overheersende focus op financiële opbrengst per hectare. De economie past niet in de ecologie. Een onhoudbare situatie. Je mergelt eigenlijk de grond uit. Op korte termijn lijkt het alsof je met kunstmest en bestrijdingsmiddelen hogere producties haalt. Maar voor de langere termijn ben ik ervan overtuigd dat dat alleen maar interen is op onze aarde. While a tremendous amount of the planet is degraded, it's not the end of the road. We can absolutely turn what we're doing and correct all of these degradations. And that's a very hopeful, you know, a very wonderful thing. Het systeem moet anders. Niet alleen gericht op financiële winst, maar ook op sociale winst en winst van natuurlijk kapitaal. Alleen dan is het toekomstperspectief hoopvol. Stel je voor dat we over 20 jaar daar en daar zouden zijn. En dat het er zo en zo uit zou zien. Dat soort vergezichten, dat soort panorama's, de kracht daarvan is enorm. Maar het stopt niet bij het schetsen van een gezamenlijk droombeeld. Om de transitie in het veenweidegebied te volbrengen, is het alle hens aan dek. Dan hebben we een regering nodig, maar we hebben ook overheden nodig, maar we hebben ook de banken nodig, we hebben ook de retail nodig, we hebben de boeren nodig, we hebben de wetenschappers en de natuurorganisaties nodig. En vanuit het concept van 4 Returns kan je mensen ook heel gemeenschappelijk doel geven. En als ze een gemeenschappelijk doel hebben, dan zijn ze ook veel meer bereid om hier en daar wat in te leveren. Die coalities zijn belangrijk. Maar ook in de weerbarstige praktijk moet aan de systeemverandering worden gewerkt. Weiland brengt het 4 Returns Framework van Common Land in praktijk. Door concepten te ontwikkelen gericht op landschapherstel, bodemgezondheid, biodiversiteit en water. En dit te testen met boeren. We ondersteunen die pilot ook voor boeren om te gaan experimenteren met dit soort oplossingen, gewoon op hun eigen bedrijf. En wat ik zo belangrijk vind, is dat die boer vervolgens aan andere boeren kan vertellen waarom die dat doet. Een enorm potentieel zit in de samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders. Natuurbeschermers kunnen veel leren van boeren. Boeren kunnen veel leren van natuurbeschermers. Maar dat gaat alleen gebeuren, ook dat gemeenschappelijke belang zoeken, samenwerken, als je ook elkaar begrijpt. En Common Land heeft daar, is zeg maar de accelerator daarvan geweest, heeft ervoor gezorgd dat we dat ook veel nadrukkelijker zijn gaan doen, met meer partijen rond de tafel zitten. En dat begint zijn eerste vruchten echt af te werpen. Common Land deelt het landschap in 3 zones. 1 voor natuur, 1 voor economische activiteiten en een gecombineerde zone. In alle 3 de zones moet gewerkt worden aan landschapsherstel. Een bedreiging of kans is dat in het Nederlandse veenweidegebied geen beleid bestaat voor de gecombineerde zone.
Dan moet je realiseren dat landbouw natuurlijk eigenlijk gewoon een agro-ecosysteem is, waarin we allerlei functies van die natuur ook kunnen gebruiken. Dus hoe kan je dan, ik zal maar zeggen, in die gecombineerde zone zowel voedsel produceren als natuur laten ontwikkelen? Net als iedere andere transitie kent ook de transitie van het veenweidegebied een financieringsvraagstuk. Nieuwe noodzakelijke investeringen kennen op korte termijn niet altijd direct financieel resultaat. Maar in de 20-jaar-gedachte van Commonland volgt uiteindelijk rendement. Niet alleen financieel, ook ecologisch en sociaal. Zo wordt in het gebied ook weer inspiratie en perspectief geboden. De basis voor nog meer vitaliteit en activiteiten. Het is, voor ons is het een evenwicht. Hè? Hoe moet ik het zeggen? We zijn natuurlijk gewoon excessief. We hoeven het land niet meer op te jagen. Het is gewoon een rustigere bedrijfsvoering. Meer een evenwicht.